Hi, mijn naam is Ivo de Groot. Het is ongeveer 16.000 jaar geleden dat ik mijn gezicht op dit kanaal heb laten zien. Maar de heer Kevin Dooms stuurde mij een link dat er een game uit is, althans een trailer, van de game die ik altijd al wil. Ik zie in het linkje de naam van de game staan en daar staat Hogwarts Legacy. Ik kan me herinneren dat ik altijd heb gezegd dat ik een soort van GTA-achtige wereldvrijheid wilde, maar dan in de Harry Potter universe. Dat kwam er nooit. Het Hogwarts Mysteries heette het volgens mij, van die mobiele game waar ik veel te veel geld aan heb uitgegeven. Kevin heeft me de afgelopen jaren gevraagd of ik weer terug wil komen op Kicks Games. Hij heeft me al zoveel linkjes naar games gestuurd van: vind je dit leuk om te doen of wil je dit misschien doen? En ik heb altijd gezegd: nee, ik wil me focussen op muziek. En dat heb ik ook gedaan. Ik bedoel, link in de beschrijving. Maar we gaan zien of deze trailer mij overhaalt. Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Magic. Now it is time to add your own story to these halls. And quite possibly shape the future of the resetting world. Okay, in 1800 komen we dus aan op in Zwijnstein. Every portrait, hello graphics. Every stone in this castle tells the story. Witches and wizards who came before. Oh, dat ziet er zo cool uit. Here you will meet lifelong friends and grow. Oh, graphics come a long way since the last Harry Potter games. In the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells, there is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers. Oh, dit ziet er zo goed uit. Is dit echt gewoon zo groot dat je je hele leven kan doen, zeg maar? Long gone from this world. It's cool. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Your potential so cool. Is limitless. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. Okay. The choices you make now so beautiful will define the legacy of Hogwarts. Nice. Waarom is het zo? Waarom is het zo goed, zeg maar? Het is zo sharp en zo sparkly en zo real. PlayStation. Waarom moet dat in het Frans worden gezegd? Awesome. Ja, ik zou dit best willen recorden, maar oké, dan moet ik een PlayStation 5 en de game kopen. Leuk. To be continued. Wie weet, want het duurt volgens mij nog even voor al die shizzle uitkomt. Of is het allemaal al uit en loop ik weer 100 jaar achter omdat ik geen nieuws kijk, geen social media's volg en zo. Dus echt misschien wel heel erg achterlopen op alles. Ik ga erover nadenken om dit te spelen en te recorden. Wacht, even YouTube plug, want ik ben het natuurlijk nog niet verleerd. Ik zou zeggen, laat een like achter op deze video en laat in de comments achter hoe graag je zou willen dat ik weer terugkeer in de gaming scene. Hey Kevin, laten we het zo afspreken. Jij koopt een PlayStation 5 en ik kom bij jou thuis dat recorden. Geef ik je de beelden, kan je het editen en dan dat lijkt me fantastisch. Waarschijnlijk wil ik het zelf editen. In ieder geval bedankt dat je op deze video hebt geklikt en tot het einde hebt bekeken. Ik zou zeggen, abonneer en dan ga ik nu zeggen tot de volgende keer. En dat zal dan zijn wanneer ik dit speel. En wanneer dat is, I don't know. Doei!